Nou, de eerste verrassing is dat jullie een primeur meemaken. Dat is namelijk een boekpresentatie zonder boek. Want de drukker heeft het af laten weten. Die had gisteren moeten brengen. Dat heeft hij niet gedaan. Toen zou hij ze vandaag langskomen brengen. Dat heeft hij ook niet gedaan. En dat terwijl jullie hebben geen idee hoe hard we hebben zitten werken om alles nog net op tijd bij de drukker te krijgen. Dus dat is pech, maar het boek komt er wel hoor, het komt er wel. En bovendien, ik weet wel wat erin staat. En Ramon en Arno hebben de drukproeven de eerste versie gelezen met alle fouten er nog in en herhalingen. Dus die weten ook. En bovendien hopen we het zo te doen dat we, zeg maar dat jullie genoeg verhaal hebben om met ons in discussie te gaan. Want dat is natuurlijk eigenlijk altijd wel de bedoeling. Hoe ik ertoe kwam om dit boek te schrijven. Heel lang geleden, dames en heren en x'en, 50 jaar geleden hoorde ik bij de groep die de slogan heeft gelanceerd: geen socialisme zonder feminisme, geen feminisme zonder socialisme. Dat kunnen we binnenkort vieren, want het is nog steeds tamelijk actueel. En dit is ook mijn 50ste boek. Dan weten jullie dat ook. Ik heb eindeloos geprobeerd om onzichtbaar. En eigenlijk is het met variaties, omdat we in een andere tijd leven dan 50 jaar terug. En omdat ik ook het wel eens wat bij bedenk, is het. Het gaat over klassenstrijd in deze tijd, het is geactualiseerd. Want anders kan ik net zo goed feminisme, socialisme uit 1976 weer laten herdrukken. Dit is de constatering die we deze dagen al bij meerdere workshops en lezingen hebben gehoord. De constatering dat het met links behoorlijk slecht gaat, gevestigd links, de partijen en de vakbeweging. En dat terwijl wij waarschijnlijk er met elkaar zo over eens zijn dat deze tijd schreeuwt om een sterk en vastberaden links. Nou, dat is dus. En ik verwacht niet van mij dat ik een soort definitieve analyse geef van hoe het toch komt dat het in Nederland zo slecht gaat. Terwijl, ik moet eerlijk zeggen, ik kom ook in België, kom ik regelmatig. Daar, ik zit ook bij een heel leuk initiatiefje, dat heet Café Linkse Liefde. Dan zijn wij blij als er 40 mensen zijn. En dan ga ik in september meestal naar de Manifiesta in België. Dus bij de PvdA, wat daar een echt links is. Voor gevestigde partijen zeker. En daar komen 15.000 mensen. En dan denk ik, wat is er met ons mis dat wij niet kunnen wat die Belgen wel kunnen. Maar goed, dat is dan nog een ander punt. Het gaat dus slecht met gevestigd links, terwijl we waarschijnlijk met z'n allen over eens zijn. Het is wel heel erg hard nodig. Tegelijkertijd is er een ongelofelijke vitaliteit, vind ik tenminste, in alle sociale bewegingen. We komen ongeveer voor alles, gaan we de straat op. En het is natuurlijk nooit genoeg, maar Black Lives Matter had duizenden mensen. De Women's March is ook groot. De wooncrisis. Er is rondom ongeveer van alles, inclusief de vrouwen die van hun leven nooit gedacht hadden dat ze nog eens op de Dam zouden staan, namelijk die van de toelagen. Die het nu dachten, toen ze elkaar ontdekten dat ze niet de enige waren, maar dat er veel waren, gewoon voor het eerst van hun leven activist zijn geworden, terwijl ze dat echt nog nooit achter zichzelf hadden gezocht. Dus er is dwars door de bevolking heen en door de laatste jaren heen sprake van een ongelofelijke boel onvrede en een ongelofelijke boel nieuwe groepen. Trans mensen die in beweging komen, mensen met een beperking die in beweging komen. Nou ja, ik zit in Bijeen. Dat is een soort verzamelbak van heel veel van deze groepen die nu zitten te wachten om eindelijk eens een keertje gehoord en gerepresenteerd te worden. En dat is dus
lijkt dus, ja, het zijn twee bewegingen. De ene beweging die het zou moeten zijn en het niet doet, en de andere beweging die het wel doet, maar ja, is dat nu onze toekomst? Ik had het boek ook kunnen noemen, nog eens een keertje, Feminisme voor Marxisten. Ik dacht, laat ik dat nou eens niet doen, want dan weet ik wat er gebeurt. Dan pakken de mannen die langskomen het boek op en die lezen feminisme en denken, oh, dat is voor vrouwen, en dan leggen ze het weer weg. En dan hebben ze niet door dat het echt voor hun bedoeld is. Dus ik dacht, weet je wat, ik pak het anders aan. Ik noem het klassenstrijd in deze tijd. En dan begin ik over een onderwerp waar we het allemaal ons druk over maken. En dan halverwege het boek, dat zet ik ook in het begin erin, dan komen ze erachter dat het toch weer gaat over feminisme voor Marxisten. Maar dan hebben ze de helft al uit. En dan hoop ik dat ze even doorlezen. Dus wat ik dacht, we beginnen met die spanning die er bestaat tussen hergevestigd links en de wat vaak neerbuigend en onterecht identiteitsstrijd wordt genoemd. En ik heb in het boek ook een aantal voorbeelden van, want het is niet alleen maar dat rechts altijd op zoek is naar nieuwe namen om alles wat links is onder één kap weg te kunnen smijten. Dus het is nu wokeism. Het was de voortijd was het cultureel marxisme. Dat werkte niet, want niemand begreep wat je daar tegen kon hebben. Dus dat was niet echt een goed scheldwoord. Wokeism wel. En die identiteit. En er worden van alles over beweerd. Ja, dat versnippert de hele boel. En dat dan iedereen op zijn eigen identiteitje. En dat worden allemaal slachtofferistische toestanden. En daar komen ze nooit meer van af. En in plaats van dat ze nou eenheid vormen, versnipperen ze de eenheid. Nou, mijn eerste antwoord erop, die eenheid heeft nooit bestaan. Als die wel had bestaan, dan waren al deze groepen niet ontstaan. Want je kan ook bij heel wat van die nieuwe initiatieven zien, ook bijvoorbeeld NIDA is voortgekomen uit onvrede met GroenLinks, DENK is voortgekomen uit onvrede met de PvdA. En bijeen heeft tamelijk veel mensen die eens in de SP hebben gezeten, zoals ik ook in de gelederen. En ik denk dat als de SP naar mij had geluisterd en had gedaan wat ik vond dat ze had moeten doen, dan weet ik niet of ik bij bijeen terecht was gekomen. Ik heb er 10 jaar volgehouden, toen was het afgelopen. Maar ik heb nog steeds goede vrienden die zeggen, ik zit nog bij de SP, nog, zeggen ze dan nog. Dat onze vriendschap is gebaseerd op dat nog. Dat is. Het punt is, wat is er mis met identiteitspolitiek? Wat er gebeurt, als mensen dat zeggen, dan zeg ik, vind jij ook dat vrouwen kiesrecht terug moeten geven? Nou nee, dat natuurlijk niet. Zeg ik, hoe is dat begonnen? Dat is niet vanuit links begonnen, dat is vanuit de vrouwenbeweging begonnen. En kijk naar de LHBT enzovoort groep, die wat we vroeger simpel de homobeweging noemden. Wat zou er allemaal niet veranderd zijn als er niet op een gegeven moment mensen hadden gezegd, wij vanuit, niet vanuit onze identiteit, maar vanuit onze gemeenschappelijke, maatschappelijke positie gaan er nu voor zorgen dat wij eindelijk meer rechten krijgen. Nou, dat als beweging, wat je volgens mij foutief identiteitspolitiek noemt, want een gemeenschappelijke positie is niet hetzelfde als een identiteit die er voor de rest van je leven vaststaat, maar het is wel noodzakelijk. Antiracisme zou nooit zo zijn ontstaan als het nu is ontstaan, als het niet zwarte mensen waren die hadden gezegd, en nu wij. En vervolgens zijn er mensen met een Aziatische achtergrond die zeggen van, nou ja, kijk, zwarte mensen zien ons vaak niet zo erg, dan doen wij het ook. Dat is niet het afbreken van een eenheid, maar laten zien waar de eenheid die nooit een eenheid is geweest, waar het aan mankeert. Dus al die groepen die nu bang zijn dat hun eenheid wordt verstoord door al die groepjes, denk ik, jongens, doe je best. Zorg ervoor dat jouw partij of jouw vakbeweging zorgt voor de mensen. Zorg dat die echt welkom zijn. Dan kunnen ze tenminste nog kiezen of ze in een aparte groep willen zitten of in iets waar je zoekt naar de gemeenschappelijkheid. Nou, dat is dus mijn eerste deel. Ik ga dus vanuit dat het woord identiteitspolitiek of
totaal onhoudbaar en onnodig is, of slaat op alle politiek. Want je kunt heel goed nagaan dat ontzettend veel, wat wij gewoon politiek noemen, in feite ook identiteitspolitiek is, in zover het gaat om het handhaven vaak van de positie van de dominante groepen. Alleen, witte mannen noemen zichzelf nooit een gender en nooit een etniciteit. En over klassen hebben ze het liever ook niet zo erg als je bij de VVD zit. Dus dat betekent dat dat wel degelijk, als je goed kijkt, is alle politiek begint ergens vanuit groepen mensen die denken dat ze hun belangen in willen zetten om verandering te brengen, of hun belangen in willen zetten om iets vast te houden. En wat je ook kunt zien, hoe succesvoller al die sociale bewegingen zijn, hoe meer je iets ziet van een backlash bij de dominante groepen. En dus ook, waar we het ook al vandaag over gehad hebben, de ruk naar rechts. Die probeert links de pas af te snijden. Wat ze tamelijk goed doen trouwens, dat is wel vervelend. Oh shit. Ja, nog een paar minuten hoor. Ja hoor, oké. Nou, dat is het eerste deel van mijn boek. Het tweede deel van het boek gaan we het erover hebben. Ik schrijf een stuk over hoe het komt dat er zo'n splitsing is gekomen tussen feminisme en socialisme. En dat heeft ermee te maken met de historische periode, de industrialisatie, waarbij groot deel van de arbeid, wat betaalde arbeid is, loonarbeid is geworden, uit het huis verdween, uit het gezamenlijke huishouden, en daar de vrouwen achterbleven die voor de zorg mochten zorgen. En dat laatste deel noemen wij geen werk, dat noemen we liefde, en dat is onbetaald. En de andere, dat noemen we loonarbeid. Nou, mijn kritiek op Marx is ik gooi Marx absoluut niet weg, in tegendeel. Ik vind zijn manier van denken nog steeds buitengewoon actueel. Maar hij had één punt. Hij heeft zijn eigen manier van denken niet op alles toegepast wat hij om zich heen had kunnen zien gebeuren. Hij dacht dat de reproductie van de arbeidskracht, voor Marxisten een goed begrip, dat je dat wel rustig aan de proletariaat over kon laten, aangezien die uit zichzelf wel voor zouden zorgen dat ze zich voort zouden planten. Nou, dat gebeurt er inderdaad. Maar dat hij even om zich heen had kunnen kijken hoeveel vrouwen die nodig had, plus nog onkel Engels die voor hem in geld voorzag, waardoor hij zijn arbeidskracht werd, zoverre werd hersteld, zodat hij zijn meesterwerk kon schrijven, die had kunnen zien dat er tamelijk veel werk in ging, wat niet alleen maar consumptie is, van de vrouwen om hem heen die ervoor zorgden dat ze bed opgemaakt was en dat ze kleren schoon waren en dat een eten op zijn bord lag, en dat allemaal met heel veel weinig geld. Hij heeft dus iets gewoon niet gezien. Hij was een zoon van zijn tijd, en wij zijn erachter gekomen dat wij in een tijd terecht zijn gekomen. Ik ben in de tijd geboren, vlak na de oorlog, dat het volstrekt vanzelfsprekend was. Mannen waren de kostwinners, die gingen de deur uit, en vrouwen bleven thuis bij de kinderen. En konden ontslagen worden als ze trouwden en als ze kinderen kregen. Daar is de vrouwenbeweging in opstand tegen gekomen. Maar ondertussen heeft ook het kapitalisme zich veranderd en heeft ook mannen beroofd van hun gezinsinkomen. En ervoor gezorgd dat het niet eens meer een keuze is voor vrouwen of ze buitenshuis willen werken. Maar ze moeten wel, als ze genoeg willen verdienen. Bijvoorbeeld als ze kinderen groot willen brengen. Want heel veel van de mannen verdienen niet meer genoeg om een gezin te onderhouden. Nou, dat is toch een interessante samenwerking tussen feminisme en kapitalisme, niet? Nou, daar kan ik nog ook een hele avond over vertellen, maar dat doen we nou even niet. Het punt is, wat ik heb zien gebeuren, dat die splitsing tussen feminisme en socialisme, of tussen vrouwen die thuis werken en mannen die in loonarbeid werken, dat het een kunstmatige is, maar dat die ook in onze analyse en onze praktijk ons van elkaar scheidt. Want het betekent dat als mensen het hebben, linkse mensen, over het algemeen over klassenstrijd, dat ze het dan zelden hebben over het onbetaalde werk, wat gedaan wordt om ervoor te zorgen dat wij nog bestaan. Daar is dus feministisch marxisme of marxistisch feminisme, dat is dus een opvolger van mijn oude SOCFEM,
is daar ook mee bezig geweest. En die zegt, als je naar het geheel kijkt van het kapitalistische systeem, dan kun je er niet omheen dat een belangrijk deel, daar zijn Anne Rut en... Leuk. Die kunnen er niet omheen dat je voor het voortbestaan zowel van het kapitalisme als van ons mensen moet onder ogen moet zien dat een groot deel van het noodzakelijke werk dat gedaan wordt nog steeds voor nop gedaan wordt. En dat met name de vrouwen in moeilijke positie brengt. We hebben, toen wij nog jong en naïef waren, gedacht als vrouwen meer buitenshuis gaan werken, gaan mannen vanzelf meer binnenshuis gaan werken. Dat was dus een vergissing. Dat is een beetje veranderd. De meeste vaders van tegenwoordig zijn leuker met hun kinderen dan mijn vader is geweest, maar daar houdt het wel ongeveer mee op. En wat je nu ziet is een verschuiving die als je kijkt naar de vrouwen die in de opzij staan, 100, de 100 meest invloedrijke vrouwen, allemaal wit, allemaal hoog opgeleid. Dan wordt ze nooit gevraagd hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Hebben zij toevallig een man die thuis de huishouden doet? Zeer waarschijnlijk niet. Ze verdienen genoeg om heel groot deel van wat het vrouwenwerk heet over te hevelen naar huishoudsters, werksters, schoonmaaksters, nannies en wat dan ook. Wat je dus ziet, afronden? Ja, wat je dus ziet is dat de kloof tussen mannen- en vrouweninkomsten is verkleind. Hè? Joehoe, roepen we, de loonkloof verandert. Ondertussen is de kloof tussen arm en rijk, ook tussen vrouwen onderling, ontzettend gestegen. Ik vind dus dat als we het hebben over klassenstrijd, dat we het ook moeten hebben over het onbetaalde werk dat daarbij hoort en ook over de zorg, de crisis in de zorg, waar we ook nog een hele avond over kunnen praten. Niet voor niks dat het grootste deel van de zorgarbeid wordt voor 3/4 door vrouwen gedaan en is over het algemeen onderbetaald. Daar hebben wij dus, of het nou in het onderwijs is of in de gezondheidszorg, dat is waar we het ook last van hebben. Als wij niet onder ogen zien dat deze splitsing tussen de vrouwenwereld en de mannenwereld, die een beetje door vrouwen is opgeheven doordat wij wel buitenshuis zijn gaan werken, maar vaak met een halve baan als we ook nog kinderen hebben, terwijl de mannen gewoon op hun plaats zijn gebleven met volle banen en thuis iemand die voor de kinderen zorgt. Als we niet onder ogen zien dat dat een deel is van de strijd die we voeren en dat we ook op moeten komen voor de mensen die we tot nu toe niet schaarden onder de loonarbeiders, dan laten we de helft van de mensheid in de steek en hebben we bovendien ook niet genoeg strategie om werkelijk alle onvrede te mobiliseren. Dat is dus mijn belangrijkste voorstel. En dat gaat gelijk op met de vraag, wie zijn de werkende klassen? Het is ook hoog tijd om te bedenken dat mensen, ook als je kijkt naar de mensen in loonarbeid, dat een groot deel daarvan en vrouwen zijn en migranten zijn, mensen van kleur, dat er heel veel arbeid gedaan wordt door ongedocumenteerden, zonder dat we het daarover hebben, want dit mogen ze niet, maar ze doen het wel. En oh, wat is het ontzettend handig, want die hoeven verder helemaal geen sociale voorzieningen. Ik wil heel graag dat we opnieuw het gaan hebben over de definitie klassenstrijd en opnieuw over de definitie wie wij bedoelen met werkende klassen. En dat die inclusief worden. Dus hoor goed wat ik zeg. Ik gooi niets weg van het marxisme wat we hebben meegekregen, want het is allemaal nog steeds even geldig. Maar het is in een bepaalde mate onvoldoende om alle onvrede die we dagelijks op straat zien, om daarin mee te nemen. En willen we ooit werkelijk gezamenlijk één vuist maken, dan zullen we een heel deel van wat tot nu toe is afgeschoven, oh, dat doen de feministen, dat hoeven wij niet. Daar zouden we gewoon eens mee op moeten houden en zeggen, het moet een gemeenschappelijke kwestie worden. Het kan niet anders. Oké. Okay. Dankjewel. Volgens mij een heel goede voorzet voor de discussie straks. Deze is van Arno dan. Ben ik eerst? Ja. Okay. Ja. Ik denk dat het goed is als we proberen 5 over met de discussie te beginnen. Dat betekent dat jullie iets korter hebben. Ja. Maar,
Ik denk dat het goed komt. Ik ga mijn best doen in ieder geval. Ja, hallo allemaal. Ik ben dus Arno van der Veen. Voor degenen die me niet kennen, ik was de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de lijsttrekker voor de Socialisten 010 in Rotterdam. En was daarvoor lijsttrekker voor de SP in Rotterdam, maar toen geroyeerd vanwege alle partijperikelen die daar zijn ontstaan. En vanuit die gedachte dacht ik me ook, toen ik het boek toegestuurd kreeg, of eigenlijk toen ik de uitnodiging kreeg om hier te spreken en zei, wil je dat doen? Dacht ik eerst, nou ja, dat toezeggen zonder het boek gelezen te hebben is ook ingewikkeld. Maar omdat Anja het had geschreven, had ik er in ieder geval vertrouwen in dat het een goed boek zou zijn. Dat is gebleken. Dus wat dat betreft is dat een aanrader. Maar daarin leek het me ook goed om kort te schetsen vanuit welke, in ieder geval politieke opvoeding, ik de afgelopen jaren ben opgegroeid. En dus ook ergens wel het begrip heb kunnen opbrengen waarom er zoveel kritiek was op de term identiteitspolitiek. Of waarom de gevleugelde uitspraak van Ewald Engelen, die ook in het boek wordt aangehaald, het is klasse, suffie, geen identiteit. Waarom dat gevoel zo sterk is. En daarna waarom ik dat onzin vond en zeker daarin geïnspireerd werd door het boek. Omdat er vanuit de klassiek marxisten toch vaak een soort onderscheid wordt gemaakt tussen aan de ene kant het materiële, hetgeen wat we om ons heen vast kunnen pakken, en ideeën. En wordt er veel gezegd, in veel scholingsboekjes van de SP destijds kreeg ik te horen, socialisten zijn materialisten. En dat betekent, alles wat we doen, alles wat we denken, alles wat uit ons voortkomt, dat komt voort uit onze materiële omstandigheden. Dat komt niet voort uit een idee wat in ons hoofd is geplant. Dat komt niet voort uit het idee dat er een God is die ons waar we uiteindelijk naartoe moeten, waar we de hemel in moeten. Dus uiteindelijk bestaat dat hier en bestaat onze gedachten uit onze omstandigheden. En daarin is identiteit een heel raar begrip. Want identiteit kun je niet vastpakken. Identiteit kun je niet goed vatten, om het zo maar te zeggen. En dat werd dus heel erg snel geplaatst, of het wordt heel snel geplaatst in het ideeënrijk, in het rijk van ideeën. En daarmee ook alsof het een ergens niet bestaand iets is in de reële wereld. Alsof verschillen op basis van hoe we eruit zien of op basis van hoe we zijn, alsof dat niet een doorwerking ook kent in die reële wereld. En ik denk dat daarin, wat Anja schrijft in het boek, identiteitspolitiek is niet per se politiek vanuit je identiteit, maar politiek vanuit een gedeelde basis of een gedeelde plek in de samenleving. En op het moment dat je die gedeelde plek hebt, dan betekent dat dus ook dat die bijna grijpbaar is. Want je staat bijna letterlijk op dezelfde plek. Je hebt in die zin grotendeels dezelfde belangen. En dat betekent dus dat dat iets is in de reële wereld. En dan kunnen we van vinden wat we daarvan vinden. Maar die bestaat wel. En ik merk zeker onder de wat vrienden van mij die wat minder op het inclusieve zitten en wat meer op de, we moeten vol op de economische motor slaan en we moeten zorgen voor loonsverhogingen. Want vanuit die loonsverhoging verdwijnt racisme, verdwijnt seksisme, verdwijnen alle dingen die samenkomen vanuit dat kapitalisme. Dat wordt dan nog wel gezien als een soort gemene vijand. Die zeggen, ja, maar we moeten ons daar dus ook op richten. Want dat is uiteindelijk hetgeen waar die verandering uit voortkomt. Als we mensen meer loon geven, dan worden ze minder boos op een buurman of buurvrouw. En dan komt dat op die manier allemaal goed. Maar dat kun je dus alleen zeggen op het moment dat je dat zelf niet ervaart. Alle politiek is identiteitspolitiek, dat klopt daarin, denk ik. Dat op het moment dat je zelf niet, dat je het gevoel hebt dat anderen iets vinden wat jou niet aangaat, of zeggen, het moet om de echte kwesties gaan, of de echte fundamentele kwesties, dan betekent dat dus ook ergens dat jij daar niet een direct belang in hebt om daarvoor te vechten. Sterker nog, vaak dat jij in de geprivilegeerde positie zit. Mannen zullen sneller zeggen tegen vrouwen, waar doe je moeilijk over? Witte mensen zeggen sneller tegen mensen van kleur, waar doe je moeilijk over? Mensen die weer op een andere manier geprivilegeerd zijn, zullen op die manier altijd, degene die in de minder geprivilegeerde positie zitten of in de onderdrukte positie zitten, waar maak je je druk over? En volgens mij is dat het empathisch vermogen wat op de een of andere manier moet groeien. En waarin ik denk dat het goed is dat je het boek Klassenstrijd in deze tijd hebt genoemd. Omdat we volgens mij een beetje empathie wel nodig hebben in zo'n arbeidersbeweging. En ook empathie waarin je soms aanneemt dat dingen niet zo zijn zoals jij ze ervaart. Veel vrienden van mij, of neem mijn ouders, die zeggen, ik zie geen kleur. Dat is ook zo'n mooi begrip. En omdat ze zelf geen kleur zien,
snappen ze ook niet zo goed waarom dat wel gevolgen kan hebben als je een kleur hebt. Want ik zou nooit iemand niet aannemen omdat hij een kleurtje heeft. Of ik zou nooit iemand niet aannemen omdat het een vrouw is. Maar doordat je dat voor jezelf ontkent, maak je dat ook een super individueel probleem als iemand anders dat wel zou hebben. Iemand anders ervaart dat wel. Ja, dat heeft te maken met een individu die jou op een of andere manier benadeelt. En op het moment dat je niet zelf in een systeem zit van onderdrukking, in een systeem zit waarin dat soort mechanismes plaatsvinden, heb je dat één niet door. En juist de mensen die daarin je natuurlijke bondgenoot zouden moeten zijn, mensen die begrijpen dat dat fout is, die zijn jou sneller geneigd om te denken, ja, maar ik doe dat toch niet. Dus hoezo, waar ben je nou tegen aan het strijden? En vervolgens is er dan ook nog wel eens een soort mechaniek waarin er wordt gedacht, zijn die mensen nu boos op mij? Ben ik nu de racist? Ben ik nu de vrouwenhater? Weet ik het wat? Dus volgens mij moeten we toe naar een soort situatie waarin er empathie is en waarin we aannemen van mensen dat problemen er zijn en dat we die samen moeten oppakken en dat we soms ook moeten luisteren naar mensen die een andere perspectief hebben dan wij en meegaan in hun problemen. En aan de andere kant, daarin verder gaan. Volgens mij moet ik gaan afronden en moet ik Ramon aan het woord even laten. Perfect, ja, dank je. Dankjewel, Arno. Wat een dag. Ik ben helemaal kapot, mensen, maar ik ben heel blij dat ik hier wat mag zeggen. Dankjewel, Anja, dat ik je boek alvast mocht lezen. En ik denk dat het een heel welkom boek is om aanknopingspunten te vinden voor de discussie in Nederland die heel hard nodig is. We spraken elkaar kort van de week. En ik zei tegen Anja van, ja, ik ben het voor 90% gewoon helemaal eens met wat er in jouw boek staat. Maar ja, we zitten in een discussiepanel, dus ik ga wel wat discussiepunten opzoeken. Toen zei Anja van, ja, we kunnen dat ook gewoon niet doen. We kunnen ook gewoon samen kijken hoe we een perspectief kunnen ontwikkelen over hoe we vooruitkomen. Ik denk dat dat een heel goed idee is. In verband met de tijd wil ik, ja, ik zal ook wat zeggen over identiteitspolitiek. Ik denk dat er verschillende vormen van kritiek zijn op identiteitspolitiek. En dat de meeste van die vormen gewoon niet deugen. En er wordt heel erg gevoeld dat die kritiek wordt gegeven vanuit links. En dan denken we met name, denk ik, aan de SP. En dat is eigenlijk weggezakt in een soort van chauvinisme. Wij hadden het al over. We zijn er allebei heel erg gefrustreerd over. En dat is ook eigenlijk wat er gebeurt als je verschillende strijdterreinen laat schieten en daar vervolgens ook allerlei excuses voor moet gaan zoeken. En de SP heeft natuurlijk al een lange traditie met problemen over zich uit te laten over de komst van arbeidsmigranten en racisme. En wat er nu gebeurt is in de partij is eigenlijk dat ze alle progressieve mensen niet eens meer aan het woord laten. En en masse de echte progressieve mensen de partij verlaten. Dus ik denk dat hun kritiek op identiteitspolitiek eigenlijk een soort van masker is voor hun chauvinisme en de steken die ze hebben laten vallen in het voeren van een echte socialistische strijd. Want er is net al een paar keer iets gezegd over klassieke marxisten, maar ik denk dat er juist heel veel voorbeelden zijn van klassieke marxisten die dit juist heel goed begrepen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat Lenin daarover zei, van ongeacht zelfs welke klassepositie inneemt, wij moeten opkomen voor elke ondergedrukte groep in de samenleving. En wij moeten als socialisten laten zien dat wij zullen strijden voor de rechten van elke onderdrukte groep. Niet alleen die uit de arbeidersklasse, maar als een vrouw uit de middenklasse wordt onderdrukt, dan zullen wij ook voor die vrouwen uit de middenklasse moeten opkomen. Vanuit het begrip dat klassenstrijd niet een heel sec, puur theoretisch ding is, maar dat klassenstrijd een dynamische strijd is, waarbij je alle vormen van onderdrukking aan elkaar moet verbinden, omdat we anders niet kunnen winnen en omdat we notabene socialisten zijn geworden, omdat we heel veel onrecht voelden in de wereld en dat willen bevechten. Ik denk dat we een onderscheid moeten maken met mensen als Ewald Engelen. Ik zou die niet onder links scharen. We hadden het daar vandaag in een andere meeting ook al over met de TERFs.
waarbij wordt gedaan alsof zij opkomen voor vrouwenrechten. En Ewald Engelen vind ik ook zo'n figuur. Die doet alsof hij opkomt voor de arbeidersklasse, maar er zit een andere agenda onder. Namelijk juist die arbeidersklasse verdelen. Precies op die punten waar ze weten dat die arbeidersklasse goed te verdelen is. Ik denk dat Vrij Links, die dat vandaag eerder al werd genoemd, ook zo'n platform is waarin dit gebeurt. Dus we hebben de SP die eigenlijk gewoon niet meer weten wat ze moeten doen. Alle linkse ideeën kwijt zijn geraakt en daardoor een soort van masker opwerpen. Ik vind dat een kwalitatief onderscheid met wat deze mensen proberen te doen. En ik vind dat we hen moeten herkennen in deze discussie en dat ook moeten aanwijzen. Ik denk ook dat er daardoor heel begrijpelijk vanuit onderdrukte groepen een soort van vies idee is gekomen over wat zijn het eigenlijk voor rare mensen, die socialisten, die onze strijd voor onze rechten gewoon onder de tafel vegen, omdat de economie belangrijker is of zo. Alsof het niet gaat over mijn dagelijkse ervaringen en mijn dagelijkse pijn waar we een eind aan willen maken. En dat we dat pas gaan doen in een verre socialistische toekomst. Ik wil daar nu voor de straat op. En ik denk dat het de taak is van socialisten om te zeggen, wij gaan met jou de straat op. Wij ondersteunen die strijd. En wij proberen vervolgens al die vormen van strijd aan elkaar te verbinden. En te laten zien dat het klassenproject niet een soort van moreel project is, maar dat dat de motor is voor verandering. De arbeidersklasse, wat je ook heel terecht opmerkt in jouw boek, Anja, die is helemaal niet wit en mannelijk. De arbeidersklasse is voor het grootste deel wereldwijd zwart, bruin, vrouw, gehandicapt. Dat is een hele, hele diverse groep. En dat is ooit ergens door een paar socialisten geclaimd als van, ja, dat is een strijd voor witte mensen. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat er vanuit onderdrukte groepen een vieze nasmaak ontstaat als het over socialisten gaat. En ik denk dat het ook aan onze taak is, en daar beginnen we vandaag ook mee, om dat te bevechten en te laten zien dat socialisten wel degelijk de beste bondgenoten zijn in het vechten tegen onderdrukking. En ik denk dat die scheidslijn tussen klassenstrijd en het vechten tegen onderdrukking ook veel te absoluut wordt gemaakt. Hè? Ik denk op meerdere kampen. En vanuit sommige kampen meer begrijpelijk dan vanuit andere kampen. En het is vandaag ook al een paar keer over Rosa Luxemburg gegaan. En Rosa Luxemburg had daar ook interessante ideeën over. Die zei ook van, die economische strijd is helemaal niet zo absoluut te scheiden van de politieke strijd. Daar is een wisselwerking tussen. De politieke strijd voeren betekent dat je ruimte maakt voor mensen die normaal de ruimte niet hebben om zich uit te drukken en zich te manifesteren. Dus het verwerven van politieke rechten en het emanciperen van onderdrukte groepen schept juist weer een bodem voor het kunnen voeren van een economische strijd. Andersom voert het kunnen voeren van een economische strijd weer ervoor dat mensen leren om solidariteit te organiseren. Want je kan een staking niet winnen zonder je collega's die uit andere landen komen of een andere taal spreken of een andere seksuele voorkeur hebben. Dan zul je de handen ineen moeten slaan. Dat zijn hele praktische lessen waarin je leert om dit op te bouwen. En het kan ook alleen maar in die samenwerking en in die dialectische dynamiek. Dus ik denk dat dat een heel goed perspectief is voor vandaag. We hadden vandaag een fantastische meeting die mij heel erg heeft aangegrepen. En toen dacht ik ook van, ja, ik ga hier vanavond wat van zeggen in het panel. Want dat is ook wat identiteitspolitiek is. Daar gebeurde iets. Een kameraad gaf een hele goede inleiding vanuit een persoonlijke ervaring uit onderdrukking wat het betekent om neurodivers te zijn. Daar werden opmerkingen over gemaakt en er kwam een hele bak met vrijheid los. Mensen die elkaar konden aankijken en zeiden van, dit voel ik ook, ik heb dit ook meegemaakt. Dat is volgens mij een goede vorm van identiteitspolitiek. De erkenning van elkaar, en dat hoeft niet eens precies dezelfde vorm van onderdrukking te zijn, maar dat je weet van, ik loop hier ook tegenaan. En we constateren met z'n allen dat dit voortkomt uit hoe onze maatschappij is georganiseerd. Namelijk door een kapitalistische structuur die ons in een bepaalde mal duwt, die ons dagelijks naar beneden wil duwen en iemand anders van ons wil maken dan dat we echt zijn. En ik denk, vanuit dat identiteitsperspectief vertrekken is heel gezond. Elkaar steunen op elke vorm van strijd. Het verbinden in de klassenstrijd om uiteindelijk dit systeem omver te werpen. Ik denk dat dat een heel goed perspectief is om vandaag mee te beginnen.